Ja, ik geef het toe. Ja, ik geef het onmiddellijk toe. Het zag er niet altijd even gelukkig uit bij Matthijs de Ligt. Nee, oké. Maar goed, de hele meute, iedereen, die viel er weer eens eventjes jop, zo overheen. En allemaal kritiek en het was een flop en dit en dat. En het deugde allemaal weer niet. Hé, jongens, alsjeblieft, die Matthijs de Ligt, hoe oud is die nou? Die is volgens mij net 20. En die komt daar het veld op met Ronaldo. En die speelt dan met Juventus. En in debuut. En dan ook nog eens een keer tegen Napels. En dan zouden jij en ik niet hartstikke nerveus zijn. Ja, hè? Ja, natuurlijk wel. Ja, nou, dat heeft Matthijs de Ligt dan ook. En dat kan je soms gewoon pakken. En dan geef je even niet thuis. Maar luister dan even goed. Hij is vandaag in Nederland. Want hij wordt gehuldigd bij de Telegraaf. Als speler voetballer van het jaar. Nou ja, dus dat zegt het allemaal al. En die jongen. Hij is het type, hè. Matthijs de Ligt. Die komt dubbel zo sterk terug. Moet je opletten. Dat karakter heeft hij. Zo'n vechter is het. En die jongen is alleen maar bezig met voetbal. En met beter worden. En je zal zien dat die komt binnenkort. Dan is iedereen moet... dit. Dat moeten ze allemaal doen. En dat hoop ik ook voor hem. En ik wens hem alle succes. En ik even als hart... of riem onder het hart, of hoe je dat ook noemt. Nog één keer dat rijmpje wat ik een tijdje geleden voor hem heb gemaakt. Komt-ie, speciaal voor jou, Thijs. Bij de hoekschop dook Job als een bliksemschicht. Matthijs de Ligt. En niet zo'n beetje ook, maar met zijn volle gewicht. Matthijs de Ligt. Passie en drive, maar vooral overzicht. Matthijs de Ligt, zo jong, al aanvoerder en het Ajax-gezicht. Matthijs de Ligt, kijk wat hij in een wedstrijd allemaal doet en verricht. Matthijs de Ligt, er komt geen muis bij hem langs. Nee, alles blijft potdicht. Matthijs de Ligt, in de lucht een koning. Hij springt als een veertje zo licht. Matthijs de Ligt. Dit is een rijmpje en geen gedicht. Maar wel mijn waardering voor Matthijs de Ligt.